Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag dinsdag 12 december. En ik hou het dus al 12 dagen vol. Ik ben echt trots op mezelf. En vandaag is weer gewoon een normale werkdag. Ik ben wat later dan normaal. Normaal ben ik er echt heel vroeg, maar ik moest heel even wat slaap pakken. Dit is onze cute kerstboom. En vandaag is eigenlijk ook best wel een normale dag op werk. Dus ik zal jullie vandaag weer meenemen. Als je er zin in hebt, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan veel kijkplezier. Zo, nou, wat ik dus altijd doe. Ik kijk eerst even in mijn agenda wat ik allemaal moet doen. Want ik heb in de pauze iets. En de kerstkaart heb ik gisteren al gemaakt. En vandaag gaan ze oefenen voor het schoolorkest voor kerst. En na school heb ik ook een afspraak. Dus dan heb ik dat weer eventjes in mijn hoofd. En daarvoor gebruik ik deze lerarenagenda. Die vind ik heel erg fijn. Nou, en dan ga ik nu de computer opstarten. Had ik eigenlijk al even gedaan. Ik ga jullie even meenemen in wat ik doe. In ieder geval eerst even de computer opstarten. Ik kreeg ook best wel veel vragen over hoe ik mijn map had gemaakt. Ook via Insta. Maar dit heb ik via Excel gemaakt. En dan kan je gewoon van die tabellen maken. En dan kan ik het rooster heel makkelijk aanpassen. En in de ochtend. Ja, ik heb het bord heb ik dus gisteren al gedaan in de vorige vlogmas. En dan ga ik nu altijd het bord even in orde maken. Ik maak dus voor elke dag een Ginzy. Want dan kunnen ze precies zien wat ze moeten doen. Ik heb ook al standaard er een staan. Dus dan heb ik hier weekrooster groep 8. En dan heb ik de Ginzy voor dinsdag. Want het is vandaag dinsdag. En ik had gisteren al wat gepakt. Of wat aangepast bedoel ik. Dus dan staat er dinsdag 12 december. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Wat kun je alvast doen? Leg je huiswerk open op tafel. Ga rustig lezen in je leesboek. Je laptop in je kastje. En we beginnen om 8:30. Zo, dat is de start. Daarna gaan we huiswerk bespreken. Dat heb ik gewoon in een boekje staan. En dan gaan we rekenen. Nou, dus rekenen moet ik eventjes kijken of ik de les snap. Nou, wij werken zelf, werken we met Mo. Dus dan staan daar alle programma's in. Dus dan kan je hier kijken welke programma's je allemaal hebt. En ik werk dus met rekenen met wereld in getallen. Die staat hier. En dan ga ik even kijken naar de les die ze vandaag moeten doen. Nou, en dan kijk ik dus hier met de uitlegger onder of ik alles snap. En dan lees ik dat even door. Desnoods bereken ik even een paar dingen. In groep 8 moet je dat echt doen. In groep 6 kon ik het wel makkelijk zonder berekeningen. Maar in groep 8 moet je soms zelf ook echt even kijken. En dan schrijf ik hier op. Nou, ze moeten les 3 maken. Oefening 1 en 2 en 1 stapoefening. Basistaak 3. En daarna moeten ze dit gaan doen. En na rekenen hebben we taal. Hier heb ik taal. Taal doe ik altijd vanuit de handleiding. Dat vind ik makkelijker. Dus die ga ik er even bij pakken. Voor taal hebben we de methode PIT. Nou, gisteren hebben we een tekst gehad over medicijnen en een bijsluiter. En vandaag hebben we les 4. Alles voor Amalia. Dat is een tekst met woorden. En die woorden moeten ze dan weten. En dan kijk ik dus eventjes of ik de woorden ken. En er zit een stukje geschiedenis in met deze jaartallen. Piet Hein. En ja, nou, dit moet wel lukken. Het is wel veel opdrachten. Oh, dit is wel leuk. Opdracht 1 tot en met 7 moet ze maken. Of 1 tot en met 6. Dus dan pas ik dat aan. En dit doe ik dus eigenlijk voor de hele dag. Zodat de kinderen weten wat ze moeten doen. En voor mij makkelijker is om les te geven. Nou, ik heb toch even deze achtergrond gedaan. Want deze vond ik wel iets meer passen bij de tijd van het jaar. Kijk hoe cute het eruit ziet. Zo. Het bord op freeze. En de kerstboom. Heel cute. En ik ga nu even verder met de rest. En even lekker thee halen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 12 december. We gaan zo het huiswerk bespreken. Daarna gaan we rekenen les 3 doen. Heel veel herhaling. Vorige keren hebben we de keersommen gedaan. Nu gaan we de deelsommen doen. Dan gaan we taalles 4 doen, eten, drinken en buiten spelen, spellingles 3, topomasters level 4, 5, 6. Volgende week dinsdag is de laatste kans, dus volgende week moet iedereen die de toets nog niet heeft gemaakt. Grote pauze, dan hebben we Atlantis les 3 en gaan we gymmen en dan is de dag alweer voorbij. Maar voordat we beginnen had ik een paar dingen opgeschreven. De middelbare scholen, ja, natuurlijk heel veel folders hebben we.
We hebben nu het Rijnlands, Marencollege, Friedland, Bona en het Stedelijk Gymnasium. Aan het eind van deze dag ga ik alle folders weggooien. Dus als je nog een folder wil, neem hem dan vandaag eventjes mee. Want dan kan je er thuis even rustig in kijken. En dan zit er bijvoorbeeld ook een boekje bij of andere informatie. Dus neem die dan mee naar huis. Verder. De afgelopen tijd zijn er best wel vaak kinderen ziek. Daar kan je natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar je mist natuurlijk soms ook toetsen die je dan hebt gemaakt. Bijvoorbeeld de Engels of de blinktoets. Dat je die hebt gemist. Als je ziek bent geweest, wil ik dat jij zelf in die week naar mij toe komt wanneer je de toets kan inhalen. Dan mag je dat zelf kiezen. Dus dan ben je daar helemaal vrij in. Dus dan hoef je het niet gelijk de dag te doen als je op school aankomt. Maar in die week moet je dat aan mij laten weten wanneer je het doet. Dan kom je gewoon naar me toe. Juf, ik wil nu de toets doen. En dan mag je hem van mij maken. Doe je dat niet binnen een week, dan kies ik een datum uit. Dus dan zeg ik, je gaat hem nu maken. En dan kan het zijn dat je het niet hebt geleerd. Dus dat is je eigen verantwoordelijkheid. Want er zijn nog 3 kinderen die de blinktoets moeten doen. 3 kinderen die de Engelstoets gisteren hebben gemist. Dus dat maakt niet uit, maar dat moet je wel aan mij laten weten. De keersommen gingen vorige keer heel erg goed, dus ik hoef niemand extra instructie te geven. Dat is heel erg fijn. Ik hoop dat dat ook met de deelsommen is. Gaan we nu eventjes kijken, dus het is even weer herhalen. Maar het is wel belangrijk om te weten, want straks op de middelbare school heb je dit ook weer nodig. Nou, de startoefening hoef ik niet meer uit te leggen. Dat weten jullie nu echt wel hoe dat moet. Maar we gaan eventjes kijken, want ik heb een verhaaltje som voor jullie. Oké, okay. Welke som hoort erbij? Deze schroevendraaiers worden verkocht per set van 32 stuks. De bouwmarkt heeft 7500 schroevendraaiers op voorraad. Hoeveel sets zijn dat? Welk sommetje krijg je dan? Heel goed, 7500 gedeeld door 32. Ik wil dat je dit eerst eventjes probeert. Dat je even gaat kijken of je dit nog kan uitrekenen. Ik maak daar altijd voor mezelf een geheugensteuntje bij. Dat ik even hier aan de bovenkant doe. 1 keer is 32. 2 keer is 64. Dat vind ik altijd makkelijk om te doen. 4 keer 32. Is dan 128. Dat vind ik dan altijd fijn om even te doen. We gaan alvast een beginnetje maken. Als je nog niet zo ver bent, kan je meeschrijven. Even kijken, want we moeten 7500 delen door 32. Gaan we kijken in de tafel van 32. Wat ligt er een beetje in de buurt, wat makkelijk? Oké, het is inmiddels 2:05 en de kinderen zijn naar de gym. Iemand in mijn klas. Er zit nog iemand naast me die is even aan het nakijken. En als de kinderen dus naar de gym zijn, heb ik even een uurtje tijd voor mezelf. En ik heb na school ook een afspraak, dus dat komt wel heel goed uit. Dus is nu toets voor me aan het nakijken, dus dat is echt heel erg fijn. En ik moet nog heel even wat werk doen. En ik heb dus ook nieuwe groepjes, wil ik voor in de klas. En wat ik ze dus heb laten doen, dit is een plattegrond van de klas. En dan mogen ze een top 5 opschrijven naast wie ze willen zitten. En dan kan ik een beetje helpen met daar ja, een nieuwe plattegrond voor te maken. Dus daar ga ik zo meteen eventjes naar kijken. Zodat de kinderen een beetje mee kunnen denken, ook naar het plekje dat ze fijn vinden. Dus dat ga ik denk ik nu even maken. En dan ga ik daarna de les voor morgen voorbereiden. Nou, ik moet ook nog 1 ding printen. Dat ga ik eerst doen. Want we hebben volgende week hebben we kerstviering. En ze moeten natuurlijk weer liedjes kennen. Die doen ze elk jaar. Maar ik ga even de liedjes printen. Want ik geef op donderdag altijd muziekles. Dus dan is het wel handig als we die gewoon hebben. Even kijken. Ja, dus die liedjes ga ik nu eventjes printen. Start you de hele tijd hier ook. Face on lover with the fire.
Nou, het is inmiddels echt 9:30. En dat komt na werk, had ik een afspraak. En toen ben ik daarna dus in slaap gevallen. En ik heb nu dus gewoon nog mijn werkkleding aan. En ik ga me nu klaarmaken voor bed. Want ik merk gewoon dat ik echt heel moe ben. En dat mijn lichaam gewoon even zegt, je moet gaan slapen. Dus ik heb net echt al een paar uur geslapen. En ik ga dus zo meteen verder slapen. Maar ik ga nog eventjes mijn make-up en zo eraf halen. En ik dacht, dat laat ik nog eventjes zien. Nou, ik ben heel blij hoe het nu gaat. Maar ik merk gewoon, ook al ga ik vroeg slapen, ik ben gewoon helemaal kapot. Omdat de dag gewoon net iets te lang zijn. Dus ik ben blij dat ik nu gewoon even op tijd ga slapen. En morgen heb ik een korte dag. Dus dan heb ik ook gewoon tijd om eventjes uit te rusten. Maar anders wordt het echt veel te veel. Nou, het was vandaag wel weer een leuke dag op werk. En ik moet dus ook voor de vakantie dus nog best wel wat dingen regelen. Dat is altijd gewoon zo. En daardoor is het ook gewoon wat drukker dan normaal. En als je dan bijvoorbeeld een afspraak na school hebt, dan is het eigenlijk gelijk, is je hele middag alweer om. Dus ja, ik was gewoon echt heel moe. Dus ik ga lekker nu in bed liggen. Ga nog een filmpje kijken. Want ik ben nu natuurlijk wel weer wat meer wakker. Maar ik ben wel super blij met het nieuwe bed. Want ik slaap er echt heel goed in. Ik ben echt in één keer ben ik helemaal vertrokken. En ik ga dus morgenochtend mijn haar wassen. Dus ik ga zo meteen ook wat olie en zo in mijn haar doen. En ik dacht, misschien vinden jullie dat interessant om eventjes te zien. Nou, en als ik dus mijn make-up eraf heb gehaald met micellair water, dan doe ik ook altijd nog even zo'n cleanser. Omdat er bij mij dan nog een klein beetje van die restjes blijven zitten. Ik ga eerst even mijn tanden poetsen voordat ik mijn skincare ga doen. Anders gaat het hier er altijd alweer helemaal af. Mijn tanden heb ik gepoetst. En nou ja, eigenlijk heb ik best wel een goede huid de laatste tijd. Het laatste jaar eigenlijk al. En wat ik gebruik? Ik gebruik dus een vitamine C serum. Ik merk wel weer echt sinds een paar weken dat mijn huid een beetje droog is. En dat heb ik gewoon altijd in de kou. En daarom wil ik het extra goed verzorgen, want anders krijg ik van die velletjes. En als ik die velletjes krijg, dan ziet mijn make-up er echt niet meer uit. Dus daarom moet ik even mijn skincare goed doen. En zeker hier aan de zijkant waar mijn huid dan het heel droog. Dus ik gebruik altijd de vitamine C serum. En dan gebruik ik nog dat hyaluronzuur. Ik kan het echt nooit uitspreken. Ik weet het niet. Nu krijg ik ook helemaal twijfels. En dit is echt voor een soort thirsty skin. Ik vind het altijd heel goed werken. Deze is van Bondi Sands. Daar doe je dan een paar druppeltjes van op. Verspreid je het over je gezicht. En dit werkt gewoon heel goed voor mijn huid. Maar eigenlijk heb ik dus niet echt problemen daarmee. Het is wel een beetje plakkerig. Dan doe ik nog een vitamine C serum op. Gewoon een Glow Boosting Moisturizer. Deze. Zo. En dan ook nog mijn nachtcreme. Volgens mij is het niet goed. Als je zoveel producten over elkaar gebruikt. Maar mijn huid heeft het gewoon even nodig. En ja, je ziet het niet super goed. Maar het is nu wel echt helemaal aan het glowen. En dan ga ik nog even wat olie in mijn haar doen. Want ik ga het dus morgen wassen. Maar ik heb even geen zin om dat te filmen. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je heel snel weer morgen weer om 4:00 bij een nieuwe vlogmes. Doei doeg!